Goede avond, dames en heren. Wij heten u hartelijk welkom bij het wereldkampioenschap Schaak. Wij willen u verzoeken tijdens de wedstrijd de huisregels in acht te nemen, geen foto- of filmopname te maken en niet luid te spreken. Bij gebruik van de telefoon volgt verwijdering. En vanwege het welkomstfeestje vanavond zal er ook een karaokeapparaat beschikbaar zijn. Het live orkest vanavond staat onder leiding van de heer E. Menkveld. Dag allemaal. Het spijt me om de avond zo te moeten beginnen. Maar een van de spelers heeft, om er zeker van te zijn dat de juiste concentratie in de zaal hangt, bedongen dat er vanavond tijdens het schaaktoernooi geen toeschouwers aanwezig zijn die niet kunnen schaken. Ik vind het zelf enigszins overdreven. Want waarom zou u hier überhaupt aanwezig zijn als u niet van schaak houdt? Maar om allerlei reglementaire romslom voor te zijn, leg ik toch de spelregels even uit. Let op. We zetten de witte en de zwarte stukken tegenover elkaar op het bord. We zetten 8 pionnen voor. Daarachter, van buiten naar binnen, de toren. Daarnaast het paard. De loper en in het midden de koning en koningin. Waarbij de koningin kleur kiest, zodat ze recht tegenover elkaar komen te staan. De bedoeling is om de koning van de ander te schaken, wat wij schaakmat noemen. De zetten gaan als volgt. De pion mag 1 veld recht vooruit. Behalve bij zijn eerste verplaatsing, waarin hij ervoor mag kiezen om 2 velden vooruit te gaan. De pion mag de stukken van een ander met een schuine zet schaken. De toren mag alleen recht vooruit en zijwaarts, zo ver als hij wil. De loper mag alleen schuin, zo ver als hij wil. Het paard mag alleen de paardensprong maken. 2 vooruit, 1 opzij. Of 2 opzij, 1 naar voren, 1 naar achteren. Of 2 achteruit, 1 opzij. Het paard is ook het enige stuk wat over andere stukken heen mag springen. De koningin mag recht schuin en zijwaarts, zo ver als zij wil. De koning mag dit ook, maar mag slechts 1 veld, zowel recht, schuin als zijwaarts. Als de koning geslagen kan worden, is er sprake van schaak. Men dient dit ook hardop te zeggen. Indien men de koning niet meer kan verplaatsen zonder geslagen te worden, is er sprake van schaakmat. Zijn er nog vragen? Mooi. Dus je laat me voor de zoveelste keer barsten. Ik doe dit toch niet om te zieken. Ik moet gewoon schaken, klaar. Je bent net een maand weg geweest. Als je zou nu vaker thuis zijn, had je gezegd. Als ik mijn wereldtitel tegen Trump kan verdedigen, wordt alles een stuk makkelijker. Oh, maar wanneer zie ik er iets van terug in de tolie? Waar blijven de privileges die erbij horen? En het geld? Het brengt me alleen maar ellende. Ik ga mee. Let's go. Hoe moet ik me nou concentreren als jij de hele dag aan mijn kop loopt te zuren? En die jongens, wie zorgt er nou voor de jongens? Trouwens, ze laten ons nooit allebei gaan. Heb je het ze ooit gevraagd? Jij moet voor de jongens zorgen. Heb je het ze ooit gevraagd? Wat wil je nou? Ze laten je heus niet meegaan. Ze zijn veel te bang dat we in het westen blijven. Dat doe je heus niet. En volgens mij worden we in de gaten gehouden. Er zitten hier overal camera's en microfoons. Ik voel het gewoon. Denk jij eigenlijk ooit wel eens aan ons? Denk je wel eens aan je kinderen? Dan gebruik nu eens je kinderen als wapen. Dat de KGB er nog niet is opgekomen. Ik heb geen trek in emotionele chantage. Laat me verdomme met rust. Weet je wat? Slik jij dat schaakbord maar lekker in je reet. En je wereldtitel erbij, hufter. Genoeg. Het schaakspel kan zo nu en dan een voorbeeld zijn van hoe het hoort. Het vraagt altijd terug. En dit patroon is 1500 jaar geleden ongeveer ontstaan. Toen aan een heet gebakerd hof in India 2 prinsen vochten om de troon, al gauw vergoot. Hun moeder heette tranen om de brute broedertwist. Ze smeekte stopper mee, maar voordat ze het wist, trof ene prinsen toch te dood. Ja.
Met zwaar ontdaan beet zij de winnaar toe. Wat je hebt gedaan, vergeef ik nooit. Ik zou niet weten hoe. Al deed hij zijn best, zijn uitleg had geen zin. Nul op het rekest. Hij werd verstoten door de koningin. Tot hij liet zien wat er gebeurd was met een spel eenvoudig maar volmaakt. Er werd een strikt symbolisch strijdperk nagemaakt. Soldaten vochten daar als broers een oorlog uit, maar zonder doden. En zo wordt er nu nog steeds geschaakt. Anatoly Sergejevski. Onze waarde secretaris-generaal van de Communistische Partij wil jou hoogst persoonlijk succes wensen. Jij. Jij bent het paradepaardje van de Sovjet-Unie. Een staat die jij als modelschaker mag vertegenwoordigen. Ten einde haar intelligentie, haar kracht en vooral niet te vergeesten, beste brave Anatoly Sergejevski. Ja, genoeg. Is dit het nou? Blijf ik maar schaken. Vanuit een droom, om het te maken, dromen van toen, werden obsessies, dan doe je gauw, te veel concessies, je voelt het vuur. Diep in je branden, maar je blijft wel. Was in hun handen, ik baan de weg. Maar laat me lijden, is dat nou echt niet te vermijden? Ik ben waar ik wilde zijn en wie ik wilde zijn. Het doel in wat ik altijd wilde doen. Toch hou ik die twijfels in mijn kop. Altijd op mijn hoede kijk doordat de roem met angst. Dat iemand me dan pootje haakt en zegt die loser hoort niet aan de top. Op een dag is dit voorbij. Zit ik daarmee? Ik kan niet wachten. Nee, dat is niet waar. Ik mag niet klagen. Schaken is mooi. Prachtig bij vlagen. Toch lijkt het vuur soms te bekoelen, als ik de druk niet meer wil voelen. Ik ben waar ik wilde zijn en wie ik wilde zijn. En doe nu wat ik altijd wilde doen en toch hou ik die twijfels in mijn kop. Altijd op mijn hoede kijk, doe dat verroem met angst. Je haakt en zegt, die loser hoort niet aan de top. Op een dag is dit voorbij. Zit ik daarmee? Ik kan niet wachten. Thank you.
diplomaten. Maar wel in veel talen, want dankzij wat oorlogen is het hier nogal een vreemd geografisch gedoe. Het hoort bij Italië, vroeger bij Duitsland, die grens die verschuift af en toe. Marken of Lyris kan allebei, want ik kies als scheidsrechter echt geen partij. Helemaal top is het uitzicht op de bergen van Merano. Groeten uit Merano, donkergroen en de wal. Het water hier is heilzaam door het minerale zaal. Dat is bijna een avondje bier. Naar de stomerij, op onze kost uiteraard. Krijg het water thuis van handen op de brug.
zij. Of althans, dat doen wij. Dit is een precaire en gevaarlijke tijd. De waarde van zo'n wedstrijd ziet men toch het beste als oost en west. Als ware kameraden proosten met een pint, want sport verbindt. Zolang je zelf maar wint. Zolang je zelf maar wint. Anatoli. Anatoli. Die maf Amerikaan. Die is werkelijk krankzinnig. Je speelt gewoon tegen een gek. Een gek? Een gek, ja. Een gek die 20.000 schaakpartijen uit zijn hoofd kent. Een waarde molenkoop. Hij is geniaal. Onvoorspelbaar. Je weet nooit wat hij gaat doen. In zijn spel is hij messcherp en glashelder. Spijt me, maar dat vind ik niet gek. Jij zag toch ook wat de stumperij is, die proleet met zijn dikdoenerij. Hij is bang. Hij is niet meer het talent dat hij was. Nee, die tijd is voorbij. Onzin. Jij gelooft volgens mij net even te graag. Foute propaganda. Ga nou toch op. Ik sta aan jouw kant, jij. Jij wint dankzij teamwork. Ik hoef in het kader van jouw mental coaching dus echt niet te horen dat die man die schaken weer spannend gemaakt heeft, gestoord is of wat ook zij. Mij lijkt die juist heel goed bij. Ik bedoel heus niet dat ik die vet onderschat. Dat zou riskant zijn en dom. Ga maar na. Als je verliest, sla ik ook een figuur. Ach man, wat een gelul. Stel dat ik hier verlies, dan ga ik, alleen ik, op mijn bek. Was dat maar zo simpel. De wereld kijkt mee, dus ga dit WK. Om veel meer dan schaken. Zeg, praat de partij in je eigen tijd na. Over 16 uur gaan we beginnen. Hoe kan dat als jij zo blijft zwetsen en ik me niet concentreren kan? Of wil jij niet winnen dan? Heb jij me niet meer nodig, vriend? Ga dan vooral nog even door. Waar ben je nou mee bezig? Je zet me weer voor schut. Ik heb dit 8 jaar lang geslikt. Het zit me eigenlijk tot hier. Ach, communist je beste. Wat kan dat nou voor kwaad? Kom jij ineens op voor een land dat jij al jaren haat? Maar daar gaat het nu niet om. Dat zegt de dame die altijd de waarheid horen wil. Maar daar gaat het nu niet om. Najaar 56, Boedapest in opstand. Najaar 56, Boedapest oorlog. Ik zou denken dat jij dat soort lui graag mag zien kruipen. Hebben zij niet jouw jeugd botweg aan flarden geschoten? Als je goed kijkt zijn het net zulke hufters als toen. Najaar 56. Boedapest in vallen, Najaar 56, Boedapest in vallen. Zie ze schaken om macht, zie Hongarije als schaakbord. Stel dat jij ermee kapt, dan is hun eerste slag binnen. Denk aan je vaderland voor je de strijd zomaar staakt. Mijn land, net of jou dat iets zegt. Ineens interesse, dat is voor het eerst. Waarom kom je daar nu mee aan?
ziet me amper staan. Ik ben hier wel zijn secondant. We zouden moeten werken aan onze strategie. Met mij erbij is hij briljant. Maar hij toont weer zijn andere kant. Dus in feite sta ik alleen. Hij noemt me vaak onmisbaar. Als pisbal dan misschien. Hij bekt me af wat ik ook zeg. Hij weet me diep te kwetsen. Er is te veel oud zeer. Problemen die ik niet weerleg. Maar toch durf ik niet bij hem weg. Iedereen doet mee met het spel. Maar met andere regels dat wel. Want in feite sta je alleen. Haal je niet te veel in je hoofd. En zorg dat je niet alles gelooft. Want in feite sta je alleen. Ik laat het zelf gebeuren. Ik kijk niet van me af. Schrik terug van zijn gespletenheid. Het leek ooit echte liefde, maar alles kan kapot. Je krijgt niet alles recht gebreid. Nu rest alleen nog haar en mij. Hou je te veel aan iemand vast, word je door het noodlot verrast. Want in feite sta je alleen. Maar gebruik op tijd je verstand. Want in feite sta je alleen. Luister niet te veel naar advies. Dat soort onzin is tijdverlies. Want in feite sta je. Oh,
apart and your temples, it will start falling. But I ain't bankrupt and the world's your oyster. The bars are simple, but the pearls ain't free. You'll find a god in every northern cluster. A little mystery. Dames en heren, het sportcomplex gaat sluiten. U wordt verzocht naar uw slaapvertrekken te gaan. Over enkele ogenblikken gaan de lichten uit voor de nacht. Wij wensen u een goede nachtrust, zodat we morgenochtend welgemoed en waardig het schaaktoernooi kunnen begeleiden. En denk eraan, heren, het betreft hier een wereldkampioenschap en geen schoolreisje. Schuiten. Schaken is sport. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een kampioenschap gaat zo beginnen. Dus laten we met z'n allen een warming up doen. Zie mij hier in al mijn waardigheid. Als die scheidsrechter staan. Vele namen ongevonden. Welkom hier vandaag, maar wil graag verder gaan. Voor allures heb ik geen geduld te laat. En voor egels geen tijd. Ik ben wat betreft de regels een geval apart. Wijker gaat strikt beleid. Sta niet voor niet aan de top. Zo geen discussie, haar dus maar op. Ik ben de scheids en dit is mijn gebied. Onpartijdig van wie en in hoe is het niet. Dikke dood sta ik dicht. Al trek u nog totale verzicht. Ik ben de scheids en ik heb alles door. Zwart wit wordt voor zijn kop gedaan. Hier is hij door. Zie ik het nog een keer repeat. Ik heb geen zin in van die vage stunts. Die je soms wel eens ziet. Mantras, koeroes, walkie-talkies. Hoes, hypnose, geen blinde zit. Dacht het niet. Niemand start een wereldoorlog hier hoger. Met een politiek spel. Sla uzelf als patriotten lekker op de borst. Dat mijn woord, maar net wel. Sta niet voor niets aan de top. Zo geen discussie, haar dus maar op. Ik ben de scheids en dit is mijn gebied. Kom, wat zij van wie en in hoe iets gebied. Dikke dood sla ik dicht. Al denkt u nog zo'n stalen gezicht. Ik ben de scheids en ik heb alles door. Zwart wit wordt voor zijn kop gedaan. Is hij door? Hoe zo? Zwart wit wordt voor zijn kop gedaan, is hij voor. Ik ben de
dagen door.
Het wordt misschien een keer tijd dat u de boel hier een beetje in de hand houdt. Ik wil nee eis tot elke prijs. Formeel excuus voor dit gedrag. Zeer onsportief, niet constructief. Hij is uit op effectbejag. Dat ik is niet waar, hij had vooraf een paar bezwaren die ik onderschrijf. Dat hij van goede wil is, staat hij buiten kijf. Tracht dat de schaak niet hebben, maar kan niet zo zijn. Dat hier met KGB voortdurend nieuwe regels maakt. Maar als u deze politieke show nu start, dan is er toch geen centje kwijt. Houd die man toch stil, met al zijn eigen baan. Wat naar goede wil, waarom is hij naar woeden weggegaan? Nou, dat snap ik best, hij kreeg het Spaans benauwd. Toen de sfeer verpest, werd door zijn tegenstander ging het fout. Dat is de... Dit soort gedoe wordt ons in dit beschadenspel fataal. Dit tombent van decorum en sirene rescort. Net als elke andere sport een slagpot waar men politiek gedreven in hart op zijn aardsrivaal. Excentriek dacht ik toch al, dus schiet hij nog al te kort. Hij is zeker niet dom, maar hij geeft niets om zijn sport. Wat weet u van de dingen die hem drijven? Kent u soms zijn strategie? U ziet alleen zijn nonchalante kant. Ik zie hem juist als een gedreven man. Ik vraag me af of hij wel terugkomt, want die stakker voelt zich zo misdeeld. Maar toch wil ik dat de partij wordt uitgespeeld. Dus maak ik die van nog in de hand. Ik vond die hooguit als hij in de nesten zit. Maar feit blijft dat hij hier nog altijd als allerbeste zit. Ik mag hopen dat hij u gelukkig maakt. Dit verdient u niet. Waarom trapt hij zo stijnes als hij schaat? Toch is dit triest. Dit overdoel wordt ons niet en beschaat. Dus bel fataal. Dit onbeeld van decorum en serene rust. Wat net als elke andere sport een slagveld. Waar mijn politiek gedreven in hart op zijn aardsrivaal. Wij als internationaal schaakcomité zijn geschokt door wat zich hier zojuist voor het oog van de gehele wereld heeft afgespeeld. Wij hopen dat de twee kampen tot een vergelijk zullen kunnen komen. Overmorgen zal dan de beslissende partij worden gespeeld. En mocht dit weer tot dergelijke taferelen leiden, dan zal ik persoonlijk het kampioenschap staken. Dames en heren. Vanwege deze onverkwikkelijke wending in het kampioenschap heeft de wedstrijdleiding besloten alle gasten en medewerkers een dagtocht naar Nationaal Park Hoogtouren aan te bieden. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u een lunchpakket met vers fruit ophalen en zich naar de zijingang van het sportcomplex begeven, alwaar een bus gereed zal staan. Wilt u de kleedruimtes dit keer ordelijk achterlaten? Handdoeken dus graag in de daarvoor bestemde wasmand. Dank u. Mag ik bij je komen zitten? Ik wilde eigenlijk net weggaan. Vroeger ging je zwaar onder gebukt dat ik belachelijk overkwam. Maar je kwam niet alleen belachelijk over. Ik was belachelijk. Vanaf mijn geboorte al. Ik geloof dat ik vanaf mijn 7e realiseerde dat ik belachelijk was. Ik ging naar school, naar de universiteit. En hoe meer ik studeerde, hoe meer ik erachter kwam dat ik totaal belachelijk was. Alsof de wetenschap maar één doel diende, mij invrijven dat ik belachelijk was. En als er één mens op de wereld beter wist dan alle anderen dat ik belachelijk was, dan was ik dat zelf. Tsjechov. Dostojevski. Sergejevski. Anatoli Sergejevski. Vashi. Florence Vashi. Vashi. Hm? Ik ken een Vashi. Ja. Mijn schooljuf van de lagere school heette Vashi.
Florence Fasi? Nee, Sofia Fasi. Dat ben ik. Hongaarse? Ik ken nog een liedje. Apuki chilankam unj besemetske almot edesarnian suan kunchede apuka erős kézén elaludt a párnát, él a szikafő, suhány kicsi lánykám, werk jij lang voor Trumper? 8 jaar. En 8 jaar gelukkig? Dat is mijn zaak. Natuurlijk. Had ik je niet mogen vragen, hè? Nee. Het spijt me. Goedenavond. Denk jij dat ik me voor mijn lol zou af laten bekken door hem? Kom mee. He? Kom mee. Kom. Kom. Molokov hier. Ja, dat is sportzaken. Ja, de situatie is hier wat veranderd. Nee, dat hoeft misschien niet eens. Nee, luister. Tijd voor een kleine gezinshereniging. Jullie moeten onmiddellijk in actie komen. Zet de vrouw van Anatole Sergejevski. Ja. Inderdaad, Svetlana. Ja. Zet die onmiddellijk op het vliegtuig en stuur haar hierheen. De kinderen? Nee. Houd de kinderen daar. Ik neem alle verantwoordelijkheid. Eigenlijk mee bezig. Ik moet een telefoon zelf zien te vinden. Waarom? Ja, kijk er naar me. Ja. Zoals ik er nu uitzie. Hallo. Straks wordt alles anders. Ik heb een weg naar buiten gevonden. Er is een weg naar buiten. Dostojevski. Sergejevski. Anatoli. Anatoli Sergejevski. Dit is mijn verhaal. Mooi verhaal. Kom op. Ja? Het Hoberhofer politie. Zit langs de spoorweg. Nee, verder kun je op het uur toch nergens terecht een politieke ziel te vragen. Zeg, luister. Zorg ervoor dat je binnen 2 minuten op dat bureau bent en haal mij op de hoogte. Oh, wat? Een ambassade? Hier? In dit gat? Natuurlijk niet. In dit gat is helemaal geen ambassade. Ambassade. Ik moet een ambassade zien te vinden of een consulaat. Er zijn hier geen ambassades. Ja, een vertegenwoordiging. Oh. Verenigde Naties. Ja. Development Exchange. Consulaat. Alleen op donderdag open. Dat is dan jammer, want volgens mij is het vandaag dinsdag. Dus dat gaat niet. Oh, ah! Meer. Anatoli. Anatoli is het. Ja. Ben je nou eindelijk bij het politiebureau? En dan noem jij discipline. Nou. Dicht. Wat staat er op die deur? In Bolzano. In Innsbruck. Nou, kom op, zeg.
Je gaat me toch niet vertellen dat in Meran nog geen politiebureau open is, hè? Dus je is onderweg. Mooi. En de kinderen? Waar zijn de kinderen? Op het partijbureau in Moskou. Heel goed. En denk erom, hè. Denk erom. Hou die kinderen daar. Wat doet u nog hier? Ik, Anatoly Viktorievich Sergejevski, vraag politiek asiel. Deelnemers aan mijn kampioenschap moeten vooral niet denken dat dit soort rare politieke stunts mijn onpartijdigheid kunnen beïnvloeden. Het zal toch weer eens niet zo wezen. Die heeft het asielverdrag gelezen. En dat komt dan hier Viktorievaartje. Maar zo'n overloper overlaat ons wel met weg. En voor uw lieve net of wij uw duimen draaien. Zonder vriezen naar de vrijheidswachten. Wacht maar zitten wij op hem te wachten. Wat is dat toch met de Sovjet-Unie? Het gaat ons niet om die man zelf, maar hij is al een bevriezendje. Buitenlander nou, zijn opvang wordt betaald door een of ander dissident te vols. De pers moest niet te rukken uit een hele bataljons. Maar waar zou die man zijn zonder ons? Dus, u bent getrouwd? Ja. En twee kinderen zie ik. Die wilt u niet meenemen? Vooralsnog niet, nee. Meneer Schaken lees ik hier. Op enig niveau. Op mijn toernooi speelt alleen de absolute wereldtop, ja? Dit zijn wereldkampioenschappen, dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Loopt u soms ook over? Wel nee zeg. Mijn status staat hier niet ter discussie, beste man. Ik laat mijn toernooi niet overschaduwen door dergelijke details. Met het oog op de voortgang van het wereldkampioenschap eis ik dat u zijn aanvraag onmiddellijk in behandeling neemt. Voilà. Zeker nog geen afspraak met de consul. Nou, dan zijn uw kansen volgens ons. Want hij heeft ons hier mensen schema vol. Met staat van kette hongers nodig, ironummers, wereldvrede. Hier gaat hij geen tijd voor nemen. Heel het Oostblok kan wel overlopen. Ach wel ja, gooi alle grenzen open. Uiteraard heeft ieder mens zuur van mensenrechten. Schending, reuzes, de maatschappij, okay, die Berlijnse muur dan. Meneer, zo is het toch, wat dacht u nou? Is alles in gedood gevangen, en aan elkaar geniet. Dan mag u ondanks ambtelijke kluitjes in het riet. Kijken wat het vrije Westen biedt. Gods, waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik nu in beland? Ik zie ze denken, wat moet zij nou hier met die Rus? Wat zou ze nou denken van mij? Leuke meid, één blik en iedereen smelt hier voor haar weg. Dankzij zijn pijloze timing sta ik schaakmat in één zet. Niet best voor mijn Hongaarse trots. Ze lacht, al voelt zij zich hier niet op haar plek. Ik vind haar waardeloos boeiend. Stel nou dat bij. Ze zijn toch voor jou hier, of mis ik iets? Wat zei je nou, al die herrie, ik hoorde je niet. Oh, wanneer kan ik hier weg? Laat hem doen wat hij wil, maar dan wel zonder mij. Was dit niet zijn gevecht? Kijk daar staan, wat een beeldschone vrouw. Straks krijgt mijn Russische vriend het idee dat hier iets moois uit kan ontstaan. Hoe help ik hem dan uit die droom? Ook hij staat hier toch in feite alleen.
Wij hebben verder geen commentaar. Als u een quote wilt, heb ik er één. Ik raak niet voor een land meer, alleen voor mezelf. Vive diavo, auf Wiedersehen. Wat staat ze daar te doen met die Rus? Wat staan die twee samen te spannen? Eén ding is duidelijk, dit gaat over mij. Niemand weet wat de toekomst biedt. Zeker wat ons twee aangaat niet. Er zullen altijd dingen zijn die je niet zien kunt. Zelfs niet. Waarde collega, ik zie alleen scherpzinnigheid. Verleid jij de schaker in mij tot een spel? Geen spel, ik meen dit echt. Niemand denkt zo als jij. Kijk door me heen, zijn wij niet eigenlijk beter af? Als jij gewoon weer die keiharde vijand zal zijn. Eén ding geef ik je wel na. Door een wonder dat jij hebt verricht, voel ik eindelijk weer dat ik leef. Denk jij werkelijk dat je zonder je kinderen kunt? Florence. Ik weet het niet. Iedere keer de KGB om een dag te ruzie thuis met een vrouw. Soms denk ik echt dat ze beter af zijn zonder mij. Jaren geleden ben ik gevlucht, samen met mijn moeder. Uit Hongarije. Mijn vader was gevangen gezet door de Russen. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Ik ben ook nooit meer terug geweest. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets heb gemist. Dat ik iets heb achtergelaten. Denk jij werkelijk dat je zonder Moskou kunt? Zonder je kinderen? En zonder je vaderland? Geen mens, geen duivel, geen tiran. Met een vlammend zwaard drijft mij ooit weg uit mijn vaderland. Geen macht op aarde. In vroeger eeuwen voor de mens. Grenzen trok in het zand, voor een strijder ooit het leven niet was daar mijn land. Gevoel laat zich niet begrenzen door geld, goed of partij. Mijn land zal altijd.
waar ik thuis ben, ben ik in mijn bloed. Hoe kan het dat mijn leven?
daar draait om zijn blik, zijn geur, zijn lach, zijn stem. Als ik nou zeg dat het liefde is, komt dan zo. Zijn mijn stormen dan uitgewoed? Vult hij aan wat er met de tijd is verloren gegaan? Heb ik me dan jarenlang vergist? Dit jarenlang gemist? Is dit de man die al mijn twijfels al zijn knoop ontwacht? Eén ding is zeker, dit is nu of nooit. Wat heeft een mens aan zekerheden? Helemaal niets, dus volg ik nu. Af voor mevrouw, kijk maar niet zo tevreden. Egoïst, jij haalt mij reddeloos naar beneden. Staan we nu kiet, popje, popje. Dacht het niet, popje, popje. Het prinsesje valt mooi uit haar rol, want nu ga jij de als ik, popje, popje, voor de kik, popje, popje, ik herken hier een fenomenale midlife crisis. Achterbaks, tering bij, als ik even niet oplet, ruk jij mijn hart uit mijn lijf. Jij wilt dus blijkbaar echt een ordinaire ruzie, jammer dat ik nu zie wat er diep in jou, want dit is iets wat ik niet weten wou. Het is je blijkbaar keihard in je bol geslagen. Sta me af te vragen of ik jou ooit heb gekend. Heb ik ooit echt geweten wie jij bent? Jij bent niks zonder mij, want dan mis jij je pitspaar. En zuig die rust maar lekker uit. Ik was nog maar een jaar of zeven en ik was als de dood. Simpelweg om te overleven hield ik me angstig groot. Maar 's nachts in bed was ik de koning, kon ik alles alleen, kroop ik uit mijn schulp. Niemand vroeg ik om hulp. Want als die twee weer vochten daar beneden, was het toch altijd nee. Wat moet een kind
met veel ambitie, piekerend in de nacht. Hij krijgt het toch per definitie moeilijker dan hij dacht. Wat moet een kind met zulke ouders, die al lang niet meer zien wat hun ruzies doen? Wie geeft zo'n kind een zoen? Nooit vroeg hij, heb je spijt dat ik besta? Wie weet, zeiden ze ja. Toen werd ik 11 en papa vertrok. Maar waar ik zelf het meeste van schrok, was hoe hij afscheid nam met een stalen gezicht. Jij bent de biel, of minstens de nicht. Stom was ik wel, want ik had gedacht, nu komt het goed, samen met mama. Dat zag ik fout, hij was de straat nog niet uit. Of toen was zij alweer bezet. Lag nooit één nacht alleen in bed. Ik sloot me af, zij neukte door. Elke keer weer zo'nzelfde zak als die daarvoor. Dat ik de makkelijkste weg koos, paste toen in. Zo'n jongen komt er wel. Wat moet een kind dat één talent heeft, dat op straat of op school nauwelijks aandacht krijgt, of dat die altijd spijt? Ik had daar best veel te vertellen, maar wie was ik nou voor haar? Doet een kind dan blijven vechten, koppig en eigenwijs? Hij moet en zal zichzelf bewijzen, maar dat heeft wel zijn prijs. Wat moet ik als ik mij weer afvraag? Of ik maar iets van dit kampioenschap weet? Of doet het haar echt geen leed? Goeie reis gehad? Ja. Hoe is het met je kinderen? Goed. Waar zijn ze nu? Iemand van uw bureau zorgt voor ze. Mooi. Jij gaat hier zitten en ik zorg voor de rest. Wat wilt u eigenlijk van me? Wat is Anatoli? En wie is die vrouw waar u over vertelde? Jaren terug vond iemand anders liefde, iemand met mijn naam, en ze had veel weg van.
van mij. Vliegens vlug, een man, een ring, een bruiloft. Ze heeft hem trouw beloofd, waar hij ging volgde zij. Zij weet nog goed waar ze destijds zo op viel. Maar hij voelt dat vast, al lang niet meer met hart en ziel. Nee, wacht, hoe kom ik daar nu bij? Hij houdt heus nog steeds van mij. Heel ver weg moest iemand anders leven met een want, waar was hij? Zelfs 's nachts in bed vlak naast haar, altijd onbereikbaar aan zijn eigen kant. Pijnlijk hoe weinig hij nu nog met haar had, vooral omdat hij daar blijkbaar niet zo erg mee zat. Maar stel dat ik ineens verdwijn, zou hij daar kapot van zijn. Maar als ik nog van hem hou, dan zal ik moeten kiezen. Wil ik nog vechten? Wat heb ik te verliezen? Die vrouw als ik me vraagt wat ze moet. Op veilige afstand zie ik dat maar al te goed. Laat los, dan is het maar voorbij. Wat je lief hebt, laat je. Maar dat is dus niet voor mij. Hi. Florence. Ja. Yeah. Florence. Svetlana is hier. Wie? Mijn vrouw. Oh. Ja, ik weet ook niet hoe ze hier komt, maar ik vermoed dat Molenkoff hierachter zit. En wat nu? Anatoli. Die achterlijke asielaanvraag van jou. Jij denkt toch niet echt dat we dit van je pikken? Hm? We hebben nu al gezichtsverlies geleden naar het westen en dat kunnen we niet over onze kant laten gaan. Svetlana is hier. Dus zorg maar dat jullie er samen uitkomen. Jij gaat dit kampioenschap winnen. Maar wel onder Sovjetvlag. Triest genoeg kijk ik hier nauwelijks van op. Iets te veel dromen, dat kost je je kop. Als de werkelijkheid hard is en onafwendbaar. Werelden botsen, maar vinden elkaar. Liefde is blind, waarom moet dit dan eindigen voor het ooit begint? Ik denk niet dat ik me in je vergis. Wil je niet missen, enkel oog voor jou, alles
hemelsblauw, zonder hindernissen. Redeloos, vrolijk en kinderlijk blij, dat doe je met mij. En hier staan we dan, zonder enig plan, net te doen alsof dit kan. Nu mijn hart vol is van jou, haal ik me in mijn hoofd dat dit eeuwig kan duren. Rus, ik heb eens nagedacht. Ik wil je een voorstel doen. Je weet net zo goed als ik dat je geen kans maakt. Je verdediging is matig. Je spel is ondoorzichtig. Vooral voor jezelf. En je bent in de war. Dat begrijp ik. Florence is mooi. Iets te mooi om jouw Russische koppetje koel bij te houden. Jouw ras is altijd al het hoofd op hol gebracht door de Hongaarse schonen. Anders waren jullie nooit zo fanatiek dat land binnengevallen. Luister, dit is mijn voorstel. Ik open morgen met Koningsindies. Dat moet jij gemakkelijk kunnen pareren en er je voordeel mee doen. Dan laat jij Florence gaan. Waar heb je het over? Als er hier iemand niet met spanningen om kan gaan, ben jij dat wel? Ze zeggen zelfs dat je schizofreen bent. Pardon? Je speelt toch niet zo lekker de laatste tijd? Ik had een zwak moment tijdens dat toernooi in jouw fijne vaderland, omdat toen mijn kamer werd afgeluisterd. Is toch niet te geloven dit? Had toch niks met zwak schaakspel te maken? Het was gewoon een zoveelste smerige complot van jullie. Daar had het mee te maken. Iedereen weet dat mijn spel transparanter en scherper is dan ooit. Rustig. Laten we niet langer onze tijd verdoen met vrouwen en politiek. Ik geef jou je voordeel. Jij laat Florence gaan en lullen we nergens meer over. Prima deal. Volgens mij. Ik snap niet. Waar je heen wil. Voordeel voor allebei. Meer iets dat jij alleen wil. Denk nou eens mee, jongen, jongen, met z'n twee. Jongen, jongen, komen wij er wel uit met het schaken. En met Florence, doe het voor haar. Jongen, jongen, geef hem maar. Jongen, jongen, als jij nu met haar kan, kun je haar veel pijn besparen. Waar wil je nou heen? Wat is dit dan voor een deal? Ik heb jouw openingetje helemaal niet nodig, man. Je moet nog spelen, Freddy. Ga lekker rusten, ga slapen. Ik geef toe, het was dwaas dat ik jou ooit niet lopen. Schatje, jij bent de baas. Geef me reden tot hopen. Denk nou eens mee. Popje, popje, met z'n twee. Popje, popje, komen wij er wel uit. Het wordt net zo mooi als vroeger. Kies voor mij. Popje, popje, wat biedt hij? Popje, pop, blijf een rust en je weet hoe die omgaat met Hongaren. Jij snapt er ook helemaal niets van, hè? Daar gaat het toch niet meer om? Wat kan mij dan nog je koude oorlog schelen? En Hongarije, ik weet niet eens meer waar het ligt. Ja, ik snap het juist wel. Ik ben geen klein kind meer. Hij heeft daar een heel leven. Wat heb ik zonder jou? Aan. Het is je blijkbaar keihard in je mond geslagen. Het be-
Ik hou van je. Hier worden geen deals gemaakt. Iedereen doet mee met het spel, maar de regels gelden nog wel. Want in feite sta je alleen. Iedereen doet mee met het spel, maar met andere regels. Anatoli, je moet de groeten hebben van je kinderen. Voorlopig zitten ze nog even in het districtkantoor in Moskou. Maar dat ziet er naar uit dat ze terecht kunnen in een weeshuis. In Siberië. Jij maakt die rare asielaanvraag ongedaan. Speelt u onder Russische vlag? Verdedigt onze eer. En iedereen... Iedereen is weer gelukkig. Kameraad, waarom kijk je zo benauwd? Naar het drankje. Heren, waarom zulke lange gezichten? Kameraad Sergejevski is niet altijd een overloper geweest. Oh nee. Hij heeft zich altijd een gedisciplineerd Sovjetschaker getoond. En dat is hij nog steeds, alleen... Dat moet weer even aan het verstand gebracht worden. Het feit blijft, concentratie zit er even niet in. Want hij keert zijn land de rug toe voor een vrouw die ook haar redenen heeft. Zelfs een schaker houdt het hoog dan niet koel. Met zo'n zwaar schuldgevoel als het vrouwtje thuis denkt dat hij niets om haar geeft. Wordt dus leuk als ik de dames bij elkaar zet, wacht dan maar. Daar kletst hij zich niet zomaar uit, dat is pas stress, een harde les. Nog als gênant, hij probeert nog charmant excuses te maken, maar te vergeefs. Harde zak. En daar komt hij voor adviezen bij mij. Ik zeg, jongen schaak, dat is immers mijn taak. Zo komt men. Een meester zet het Sovjet-apparaat in actie. Wij verwachten nu een krachtige reactie. Want wij verdomde goed gaan schaken om zijn eer te redden. Dat wordt om weg een triomf der witte wedden. Maar we gaan die klootzak breken. Tot die op genade schreeuwt. Geen actie, wij verwachten nu een krachtige reactie. Hey! Als ik meneer, nou is manipuleer. Met keiharde hand, psychologisch door de mangel. Ik zal zien wij al vlug onze camera terug op Moskou gericht. Keuren ze blij. Zo komt het een meester, zet het Sovjet-apparaat in actie. Wij verwachten nu een krachtige reactie. Want wij verdomde goed gaan schaken om de eer te redden. Dat wordt om weg een triomf der witte wedden. Van Moskou tot aan Krasnimost zitten burgers juichend voor de buis. De ijzig koude permafrost.
spontaan door al het feestgeruis. Gesterkt door ons op je bestel, bied ik wel tegenspel ondergrond. Zo. Dames en heren, de sporthal gaat sluiten. U wordt verzocht naar uw slaapvertrekken te gaan. Over enkele ogenblikken gaan de lichten uit voor de nacht. Het spijt me, maar we zijn hier niet voor de pret. Beseft u dus wel dat u hier te gast bent en beperk de overlast tot een minimum. Wij wensen u een goede nacht en hopen dat de partij snel hernomen kan worden. En denk eraan, u bent hier voor de sport, heren. En? Nee.
wat je in handen hebt. En zorg dat het geen desillusie wordt. Eindelijk vind ik iemand die me echt begrijpt. Iemand die mij als gelijke ziet. Voor hem gooi ik mijn hele leven om. Zoveel moed had ik in jaren niet. Wil hij nu jou? Nou, niet jou. Nee, hij wil mij. Hij wil mij. Wat ik met jou had, dat is voorbij. Hij wil gewoon wat rust, een beetje geborgenheid. Want daar is ik bij. Hij wil de vrijheid om te dromen. Ik weet wat hij wil. Samen een verleden biedt je geen zekerheid. De liefde langzaamaan verkeert. Dat is iets wat me vaak onzeker maakt. Zo liet ik hem glippen, ongewild. Achteraf zie ik wel ik waar ik de fouten ging. Ik heb nooit genoeg in hem verdiend. Maar ik weet wat hij wil, want hij wil mij. Hij wil mij en ik jou. Maar moet ik weten, jij bent zijn vrouw. Zag ik te laat hoe zoiets gaat? Is dit noodlot op straat? Heb gevonden, ik wou eens wat overleg. Of ik niets beters te doen heb, doe me een lol en ga weg. Nee, eventjes maar, gewoon onder ons. Gaat dit over Florence, houd dan maar op. Nee, dit gaat niet om haar, je vrouw of je land. Of Moloch of schijntjes of wat dan ook. Waar gaat het dan om? Om schaken weer niet. Schaken. Ik kwam in wedstrijd verslagen. Langs het nim zoiets gambiet. Grappiger dan Opoczynski. Heel benieuwd hoe jij dat ziet. Maar waar wil je nou heen? Gewoon dat gambiet. Ik snap niet waarom jij daar nu mee komt. Ik heb hart voor mijn sport, dat heb jij toch ook. Kan het niet één keer om schaken gaan en niet om al dat gedoe eromheen. Even geen politiek, geen bewaking, geen pers en al helemaal geen vrouwen. Laten we alsjeblieft gewoon gaan schaken.
Je hebt gelijk. Laten we gaan schaken. Wat een vreugde om de beide heren weer aan de tafel te zien. En ze hebben elkaar de handen geschud. Waar eergisteren de reputatie van het schaken wankelde, krijgt u nu opnieuw de kans om te zien waar het menselijk brein toe in staat is. Laat de sport en de logica zegenvieren. Dames en heren, eindelijk gaat het gebeuren. 2 dagen hebben we moeten wachten tot de gemoederen bedaard waren. En onze dank en bewondering gaat uit naar alle officials en afgevaardigden die deze 2 wereldkampioenen weer bijeengebracht hebben als kameraden. Kameraden die de sport boven rivaliteit verkiezen. Je wilt als chef de keep blind op je speler vertrouwen. José Capablanca. Wat een feest moet het zijn.
werken met iemand die hecht aan trouw en traditie en hard voor zijn doel tot het eind. Hij heeft jou in de tang, laat je toch niet zo bespelen. Waren wij het niet eens, het ging toch alleen maar om schaken. Laat ze dan kletsen en richt je alleen op het bord. Als je sterk was, zag jij het beste als één grote leugen. Vrijheid maakt je tot hoer, die slechts tot dromen genaaid wordt. Net iets te makkelijk door gouden bergen verleid. Wat ben jij nu van plan? Kies je voor mij en voor vrijheid? Of je vrouw, je gezin? Jij loopt haast over van liefde. Dat gaat je denken niet open. Laat ze denken, ach die man, nee, geen besluit, die denkt niet eens, één zet vooruit, die heeft zijn hoofd niet bij het spel, dus verliest hij wel. Iedereen heeft die profijt van wat ik doe en roept dat tot vervelens toe. Zitten kinderen mee met mij als ouder, met de KGB over mijn schouder. Laat ze vrij zijn, dat is toch waar ik voor heiber. Mag ik dan mezelf maar voor een deel zijn? Altijd maar de helft van een geheel zijn. Tot je langzaamaan jezelf een weg gecijferd. Wordt het kiezen of delen? Jij zit hier een dom spelletje te spelen. Met om je heen geflipte, zwaar mentaal verknipte types die zodra ze elk detail van je weten. Jongens, kom erbij, in de arena ga je gang, zeg jij. Maar waar ik heen ga, op wat een bevrijding, dat ik hier alleen sta. Doet het jou dan geen donder, dat wij elkaar hier vonden, was een wonder. Ik merk dat ik niet meetel naast jouw spel. Ik weet wel dat ik straks alleen sta, door jouw opportunisme. Niks nieuws, ik ken dat mechanisme. Voor mij was jij ontrouw aan Rusland. Maar je vrouw, van wie ben ik nou helemaal? Toch je maar op mij, als een hyena, zeg me allebei. Maar waar ik heen ga, om van de bevrijding, dat ik hier alleen sta. Jij bent sympathie en hartverscheurend na zo lang.
ben je niet en al doet ons genoegen. Je hebt er lang genoeg voor moeten zoeken. Als kind al heel alleen van door het zoeken brengt en nu dan eindelijk op je hand. Maar je kan het doen, je kunt vervelen, want het schakelen doen is bloot het spelen, alleen wel wat verhieven en dieren delen. En jij, je bent keuze gemaakt. Beter dat je lief hebt, Florence. Ik dacht dat ik goed zat. Dat ik het goed had. Maar dat was jij. Ben nog steeds blij dat ik de moed had. Eén keer gedacht met mijn hart en me finaal mee laten slepen. Hoe krijg ik jou uit mijn hoofd en uit mijn hart? Straks ben je ver van mij, maar dat ik je af en toe zomaar voel dicht bij mij, lijkt onontkoombaar. Dat botst altijd. Want toen mijn hoofd al wist dat dit echt niet ging lukken, ronde mijn hart vast, lang en gelukkig. Jij gaf mijn leven meer dan twee kleuren. Terug naar zwart-wit, hoe heb ik dit laten gebeuren? Eén keer mijn hoofd er niet bij. God, laat me dit nooit meer vergeten. Ik door als mijn hart vol is van jou. Waarom heb ik toch nooit in de liefde willen geloven?
Verkeerd gegokt, daar sta je weer. Het was een loser, toch is het gek. Hij speelde beter dan de laatste keer. Wat jij wilt? Het spijt me voor je. Ik hoor het net, hij gaat dus terug naar moedertje Rusland. En iedereen gaat naar huis. Heb jij je spullen ook al ingepakt? Nemen we geen afscheid meer of zo? Nee, dat lach jij toch gewoon weer weg. En wat ik nu nog zeg, alles lijkt ineens zo zinloos. Het was bijna net alsof ik thuis kwam. Waar moet ik nu in vredesnaam naartoe? Vraag je eerst eens af waar je naartoe zou willen. Je hebt je nooit ergens thuis gevoeld, jij. Reist altijd mee in de koffer van een ander. Ik wou dat ik hiermee kon helpen, Florence, maar daar ben ik de afgelopen jaren ook al niet ver mee gekomen. Ik wou dat we ook hier met z'n tweetjes een briljante strategie voor konden uitzetten. Ik ben bang dat je dit in je eentje zal moeten doen. Wat moet ik doen? Ik weet niet waar ik... Zij het zelf, staat alleen. Wordt het misschien een keer tijd om eens partij te kiezen voor jezelf? Wat bedoel je? Toen je uit Hongarije weg moest, was je denk ik nog te jong om het te voelen, maar je hebt het woord thuis daarna nooit meer gebruikt. Ik heb het er in elk geval nooit over gehoord. Bij geen enkel land, of huis, of persoon. Jouw thuis was ik in elk geval niet.